Jeremy. Chef, wat heb je bereid? Ik hoop dat Jeremy na de laatste keer met een heel duidelijk plan en een heel duidelijke visie komt. Maar opnieuw blijft het concept in mysterie gehuld. Dat is een bordje met die groentjes eigenlijk. En een rode wijnsausje erbij. Dat gewoon de groentes en dat ze dan kunnen kiezen. Ik snap het niet. Die groentes die staan er al achter geschreven. Nee, dat mogen ze zelf kiezen. Nee, dus ze vullen dat zelf in. Het kan ook zijn dat we het gewoon omdraaien. Dat we zeggen van je mag een stuk vis of vlees kiezen. Straks, als je open gaat, moet je geen enkel vraagteken meer hebben. Jeremy is iemand die kan koken. Misschien wel de beste kok van de groep, maar het was gewoon niet goed. Het is niet iets wat ik zie in een pop-up concept. Er zitten nog zoveel verbeterpunten aan. Je moest niet laten kiezen, man. Ik ben gek. Jij bepaalt je garnituur. Wat zit hier nog in? Gewoon... Het lijkt wel een champignonsaus. Er is niks roods aan, hè? Rode wijnsaus, zeg je, maar ja. Oeh, dat zei je toch? Weet je wat ik bij jou vind? Dat je een getalenteerde chef bent, maar dat je conceptmatig en in detail het niet onder controle hebt. Omdat je niet precies weet, nu nog steeds niet, hoe dat je het gaat doen. Het eten is goed. Hij vindt eten, de smaak, vindt hem allemaal goed. Dat is leuk, eigenlijk heel leuk om te horen van zo'n bepaalde persoon. Als het concept nu nog standvast is, dan denk ik dat we echt wel kunnen binnenbouwen. Ah, kunnen we het echt in levende lijven binnenbouwen. Wolfgang, Stefan. Waar komt die zeebaars? Zeebaars toch, hè? Dorade, ja. Zeebaars. Is Dorade, ja. Nederlandse, ja. Waar komt die? Ja, van welk magazijn? Is dat van een klein bootje? Is dat wilden? Is dat gekweekt? Wat is het? Die is gewoon afgehaald in een magazijn, omdat we nog moeten, ja. Waarom vraag ik dat? Kijk, als je een visrestaurant begint, moet je ook weten waar alles vandaan komt. Ja. Kijk, ik moet zeggen, die vis is mooi van cuisson. Het is niet droog, het is mooi van cuisson. Maar nu moet je het gaan... Vooral de gerechten, conceptmatig, met je interieur, met je hele uitstraling, moet je op punt gaan zetten. Ik zie jou alleen maar lachen als ik hier kom. Ja, tuurlijk. Ik ben helemaal aan het lachen. Net een wijf, jongen. Wat? Ik ben net een wijf, man, die aan het lachen is. Wat al een beetje lachen ook. Okay. Maar je moet wel serieus zijn, hè? Ik ja, tuurlijk. Ik zou graag hebben dat je succes hebt. Ja, ik ook. Meen ik echt? Ja, ik ook. Je komt voor mij niet serieus genoeg over op dit moment. Het is een zoektocht. We zijn bezig met de zoektocht nu. Dus wat heb ik weer bijgeleerd? Dat je volledig moet 200% denken aan je concept. En dat is hetzelfde. Morgen heeft Sergio weer 200% geleken voor mij. Ook wel goed. Ja? Allee. Yes. Ik geloof niet.